De landelijke overheid legt vanaf 2015 verschillende belangrijke taken bij de gemeente neer. Het gaat om taken op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn en werk. Nederland moet de komende jaren veranderen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Wie professionele ondersteuning nodig heeft, krijgt die ook. Tijdelijk als het kan, permanent als het nodig is. De gemeente zorgt niet meer voor alles. Jong of oud, rijk of arm, voor alle inwoners van de gemeente Tiel gaat er wat veranderen. Op Beursplein Rivierenland, gevestigd aan de Nieuwe Tielseweg 112A, kunt u terecht voor inkomen, scholing en reïntegratie. Beursplein Rivierenland, dat is een organisatie die voor de burgers dus van de gemeente Tiel, Neerijnen, Westmaas en Waal en Neder-Betuwe dienstverlening organiseert. Daar waar u vragen heeft als burger, waarbij u ondersteuning nodig heeft van het Beursplein op basis van werk en inkomen, schuldhulpverlening, minimabeleid en de wet op maatschappelijke ondersteuning, de WMO, dan bent u hier welkom. Laagdrempelig. We proberen de mensen hier zoveel mogelijk op afspraak ook te ontvangen, zodat we daarmee u adequaat kunnen helpen. Zodat u ook weet wanneer en met wie u een afspraak heeft, zodat we u heel goed en snel ook weer kunnen helpen met uw vraag. Kijk voor aanvullende informatie en veelgestelde vragen op de website www.tiel.nl.